Vandaag zijn de nieuwe studentenwoningen bij de Winkelstegen in Nijmegen in de verhuur gegaan. Dit zorgt online voor de nodige ophef vanwege de oproep tot het aanmelden van vriendengroepen. Het leek even alsof vriendengroepen voorrang zouden krijgen op de woningen, maar dit ligt net even anders. De woningen worden toegewezen via een loting, zowel voor groepen als voor individuen. Maar hoe kijken studenten hier eigenlijk tegenaan? Kijk, iedereen moet een gelijke kans hebben op een kamer, want het is al heel lastig. En ja, het is leuk als je met een vriendengroep woont, maar het is ook belangrijk dat je nieuwe contacten maakt als je naar een nieuwe stad gaat. Ja, dat vind ik niet volkomen eerlijk. Ik bedoel, mensen met een vriendengroep, ja, die zoeken natuurlijk ook een woning, maar sommige mensen zijn wat eenzamer en meer alleen. En ik vind dat die ook recht hebben op een huis. Eigenlijk wel onterecht. Omdat misschien de studenten met de vriendengroep ook wat minder serieus zouden zijn om hun studie uiteindelijk te behalen. En de mensen die op hunzelf gaan wonen toch meer echt voor hun studie zouden gaan doen. Ja, eigenlijk fantastisch. Ik ben zelf nu anderhalf jaar een beetje op zoek naar een woning. Kom er steeds niet doorheen. Facebook, alles probeer ik erop te zoeken. Maar ja, als dit wordt geregeld, dan kan ik wel meer kans hebben om daadwerkelijk ook met vriendengroepen iets te bereiken. Ja. Omdat in principe zou iedereen gewoon evenveel recht moeten hebben om een kamer te krijgen. Of evenveel voorrang dan. Ik denk op zich wel dat het een leuk en goed plan is. Ook zou het wel voor mij werken. Maar ik denk wel dat je mensen daarmee tekort komt die bijvoorbeeld nieuw zijn in een stad. En niet bij een vereniging zitten. Waardoor ze niet per se heel veel vrienden hebben. En die mensen wel tekort komt daardoor. Nou, waarom heeft de een meer recht op iets dan de ander? Ik bedoel, uiteindelijk zijn we allemaal studenten. En als je gewoon ver woont, dan heb je gewoon recht op een kamer om, of je moet gewoon ergens kunnen wonen, anders wordt het leven gewoon heel moeilijk. Kijk, ik snap het principe misschien wel een beetje. Kijk, het nodigt natuurlijk ook uit om met z'n allen uit huis te gaan, de stad in te gaan. Dat is goed voor de stad. Misschien goed voor de studentenomgeving. Maar aan de andere kant, je gaat ook studeren voor jezelf in je nieuwe omgeving, in je ontwikkeling. Ja, en om dan te zeggen, je krijgt voorrang als je mensen meeneemt, vind ik een beetje een raar principe eigenlijk. Wat merken de Nijmeegse studenten eigenlijk van de woningnood? Ja, het ligt er een beetje aan. De ene die vindt zo heel snel een kamer, de andere niet. Het ligt er gewoon echt heel erg aan hoe je zelf daarin bent en of je wel of niet er doorheen komt. Maar ik vind het wel noodzakelijk, want Nijmegen is een grote studentenstad. En daar moeten wel woningen voor zijn. Ja, het is echt ellendig. Want als je op Facebook kijkt, staan zoveel, er staan best wel wat kamers. Maar als je kijkt, als ik van vrienden hoor, hoeveel reacties er ook op komen via Facebook. Echt 200-300 mailtjes binnen een paar uur. Ja, onmogelijk bijna om dan gekozen te worden. Nou, ik merk er zelf niet zo heel veel van, aangezien ik gewoon best wel snel een kamer heb gekregen. Maar ik heb wel van vrienden en van mijn zus, die heeft heel lang moeten zoeken. Het blijft heel lastig. Ik merk er zeker wel wat van. Ja, ik woonde hier vorig jaar en ik was heel erg op zoek naar een kamer, maar die dingen, ja, is best wel een schaarste in. En dat merk je zeker. Ik heb ook veel vrienden die heel veel moeite hebben met het krijgen van een kamer. Dus